morgen woonwaard met Diana. Wat kan ik voor u doen? Womart is een sociale huisvester waarvoor samenwerking heel belangrijk is. Er komen een hoop complexe vraagstukken op ons af, waardoor we intern veel met elkaar moeten communiceren om daar goede antwoorden op te formuleren. We hadden een aantal knelpunten op het gebied van samenwerking. Mensen waren heel vaak aan het zoeken waar informatie was vastgelegd. En als ze het dan gevonden hadden, dan was het nog maar de vraag van: heb ik de juiste informatie? En moet je denken aan de juiste versie. Voordat we met dit project zijn gestart, hebben we 4 doelstellingen gedefinieerd. Punt 1, een nieuw intranet. Punt 2, een nieuw extranet. Punt 3 was MySite, zodat we meer persoonlijke informatie kwijt kunnen. En punt 4 was een DMS, om onze informatie goed gestructureerd in een systeem te krijgen. We hebben gekozen voor Office 365. Een van de redenen is gewoon kostenbesparing. Het is goedkoper als we een product afnemen uit de cloud, waardoor we verzekerd zijn van een goede kwaliteit en een goede continuïteit. Nu worden er eigenlijk permanent updates doorgevoerd, waardoor we weinig downtime hebben en eigenlijk altijd op de laatste versie zitten. Womart heeft een aantal verbeterpunten gevonden in Office 365. En met name het DMS, oftewel het samenwerken aan documenten, komt daarin heel erg naar voren. Voorheen werden documenten veelvuldig heen en weer gemaild en vroegen mensen zich af waar de laatste versie was en wie die laatste versie had. Nu staat een versie centraal op ons intranet. En door middel van het document delen en versiehistorie kan iedereen gewoon meteen zien wat de status is. En dat wordt als heel waardevol ervaren. We hebben gekozen voor Motion 10 als partner, omdat we op zoek zijn naar een partner die ons eigenlijk de software leert gebruiken. Daarnaast heeft Motion 10 ons een andere manier van projecten draaien geleerd en dat is de Scrum-methode. En dat was een hele verhelderende, vernieuwde methode om tot, eigenlijk snel tot goede resultaten te komen.